Hallo, ik ben Esther van Enkvoort en ik ben werkzaam bij het UMCG en binnen Helferij betrokken bij architectuur en vooral bij de werkgroep Search and Request, oftewel Portaal. Het onderwerp van deze flipped classroom is de datacatalogus en de aanvraagworkflow en is onderdeel van de oplossingsrichting 7 en 8. Afspraakstelsel eenduidige beoordeling en aanvraagdata en afspraakstelsel geautomatiseerd beheer en uitgifte en gebruik van data. Specifiek gaan we in op de tools die in het Helferij-portaal daarvoor ontwikkeld worden. Als eerste wil ik jullie bijpraten over de datacatalogus. Deze is tijdens de Helferij-conferentie in beta gelanceerd. De catalogus is bereikbaar op catalog.accesshealthdata.nl. De URL staat ook op de slide. Aan de catalogus ligt een groot aantal principes ten grondslag. Hier wil ik er een paar belangrijke noemen. De catalogus is onderdeel van een federatie en kan data overnemen uit andere catalogi, bijvoorbeeld die van de Helferij-nodes. We werken met een standaard datamodel dat is gebaseerd op het DCAT Application Profile for Health, DCAT AP Health. Daarnaast is het mogelijk via het Helferij Sunflower Model om voor de verschillende datadomeinen extra data-elementen te definiëren. Het is heel belangrijk dat we goede afspraken hebben over het opnemen van datasets in de catalogus en dat informatie rondom consent en gebruiksvoorwaarden in de catalogus zichtbaar gemaakt worden. In het voorjaar hebben we via Request for Information informatie opgehaald bij marktpartijen die een catalogus kunnen leveren. Uiteindelijk hebben we Civity gekozen om een Minimal Viable Product, MVP, voor de catalogus op te leveren. In december gaan we deze MVP evalueren en een go-no-go beslissing nemen over de catalogus. In het selectieproces hebben we naast de vereisten van Helferij ook rekening gehouden met de vereisten van projecten waarin Helferij participeert, zoals het GDI-project, en met aankomende wet en regelgeving, zoals de EHDS. Zoals ik al aangaf, zullen we in december een go-no-go beslissing nemen. Planning is natuurlijk ook erg afhankelijk van deze beslissing. Wat wel duidelijk is dat we in de komende tijd veel tijd zullen besteden aan de onboarding van datasets in de catalogus. Ook willen we met behulp van DUP CCE in de catalogus metadata opnemen over consent. Uitgaande van een positieve beslissing over de MVP zullen we daarna de catalogus software verder ontwikkelen in sprints volgens de Agile methodiek. Als tweede punt wil ik ingaan op de request tool. Hier staan we nog meer aan het begin van het proces. Ook de request tool zal worden ontwikkeld op basis van een groot aantal principes. Hier wil ik er weer een paar uitlichten. Het is belangrijk dat we rekening houden met de eisen die EHDS en HDAP-NL stellen aan een Health Data Access Body. We willen dat de request tool een centraal punt is waar onderzoekers terecht kunnen voor alle aanvragen van data uit verschillende organisaties. Het is belangrijk dat we een duidelijk proces hebben dat voor zover mogelijk uniform is ingericht voor alle organisaties. Om korte doorlooptijden van een aanvraag te realiseren, is het belangrijk dat het mogelijk is om te integreren met lokale back-office systemen. Dit betekent dat de request tool het mogelijk moet maken om via API's hieraan te koppelen. De request tool moet in de toekomst ook kunnen faciliteren dat mensen kunnen inzien in welke projecten hun data is gebruikt door aanvragen te koppelen aan een register. Voor het selectieproces hebben we interviews gehouden met een groot aantal stakeholders, zoals bijvoorbeeld IKNL, Lifelines, Prinses Maxima Ziekenhuis, NKI en het LUMC. We hebben gesproken met zowel onderzoekers als dataholders.
Daarnaast kijken we naar bestaande softwareoplossingen zoals Podium, REMS en Research Manager. Op basis hiervan proberen we technische vereisten voor de request tool vast te stellen. We zitten nu nog midden in het selectieproces. In de komende tijd willen we eerst onze bevindingen en visie vastleggen in een whitepaper en solution architectuur. Na een consultatie met stakeholders kunnen we dan ook voor de request tool in RFI en een MVP-proces ingaan. Ik hoop dat deze video inzicht heeft gegeven in de ontwikkelingen voor de datacatalogus en de request tool in de context van OVT. Graag beantwoorden we je vragen tijdens de sessie op 30 november. En voor de request tool delen we ook graag van jullie bevindingen met bestaande systemen.